Goeiedag, leuk dat u weer kijkt naar onze 10-daagse verwachting. Als u dit soort weersverwachtingen interessant vindt, abonneer dan ook even op ons kanaal. We hebben ook nog allemaal leuke plannen. Een winterverwachting misschien wel binnenkort. Kan zomaar allemaal op ons kanaal te zien zijn. Dus eventjes abonneren. De weersituatie van vandaag. Ik ken de twee gezichten. We zagen heel veel mist. Dat leidde tot dit soort plaatjes. Maar delen van het land die hadden ook flink wat zonneschijn. Heel rustig herfstweer is het. En de komende dagen, ja, ik denk toch wel dat dat ook zo gaat blijven. Want we zien heel veel invloed van hoge druk. En dat betekent over het algemeen toch zeer rustig weer. Laten we maar eens naar de kaarten gaan kijken. We nemen er lekkere tijd voor. Ik ga hoog in de atmosfeer beginnen op zo'n, nou, laten we zeggen 12 kilometer hoogte, waar de jetstream zich bevindt. En die jetstream, dat is een rivier van hoge windsnelheden, laat ik zich dat zomaar benoemen. We zien hem hier en die is hier zuid-noord georiënteerd. Over het algemeen is die wat zonaler in onze omgeving en dan kunnen er makkelijk storingen vanuit het westen komen. Maar als die zo aan het uitslaan is, dan betekent dat over het algemeen dat een weerpatroon bijvoorbeeld geblokkeerd kan worden. En daar hebben we eigenlijk wel mee te maken de komende periode. Laat ik hem maar eens in beweging zetten. Dan zien we dat die jetstream meer naar het noorden gaat trekken. Er komt hier een noord-zuid georiënteerd stream richting Spanje. En we zien hier ook een lage drukgebiedje in de bovenlucht. Die witte lijnen, dat is het, ja, laten we zeggen, het luchtdrukpatroon, het hoogtepatroon op dat niveau van zo'n 250 hectopascal. Met andere woorden, dat is dan zo'n 12 kilometer hoogte. Wij hebben in onze omgeving een meer zuid-noord georiënteerde stroming. En dat betekent over het algemeen dat er toch wat zachtere lucht onze kant op gaat komen. Terwijl als we hier zouden zitten, dan heb je een noord-zuid georiënteerde stroming. Dan krijg je juist wat koudere lucht vanuit het noorden. Ja, Spanje is toch wel een interessant gebied. Spanje, Portugal de komende dagen. Het is natuurlijk ook nog herfstvakantie. Volgende week ook een deel van het land herfstvakantie. Misschien gaan er wel wat mensen richting Spanje en Portugal. En ja, vervelend om te vertellen, maar het is toch wel verstandig om de paraplu mee te gaan nemen. Want het wordt, ja, wat onbestendig weer daar op het Iberisch Schiereiland. Ik ga eventjes de animatie verder in beweging zetten. Dan zien we dat die jetstream nog steeds noord-zuid blijft. En uiteindelijk trekt hij zich terug naar het noorden. Ver naar het noorden zitten wij nog steeds aan de relatief zachte kant. Maar we zien ook dat op ons niveau er nauwelijks nog stroming aanwezig is. Terwijl hier dat lage drukgebiedje nog steeds aanwezig is. Feitelijk hebben wij te maken met een soort van gordel van hoge druk die over Nederland ligt. Nou, dat zorgt al in de bovenlucht voor heel rustig weer. Kunnen we nog een stukje van de animatie aanzetten? Ja, we zien dat het eigenlijk niet gaat veranderen. Hier blijft het onbestendig weer. En bij ons is het relatief rustig. En we zitten de jetstream ver noord van ons. Wij zitten aan de zachte kant, zoals dat heet. Aan de zuidkant van de jetstream. Aan de noordkant is de lucht over het algemeen veel kouder. En dat is dus bij ons niet het geval. Dus winterweer, nu al, dat zit er absoluut niet in. Goed, dit is op 12 kilometer hoogte. Het is ook altijd leuk om op 5 kilometer hoogte te kijken. Het 500 HPA niveau, hectopascal. En we zien dan een koude bel hier boven de Atlantische Oceaan. En bij ons toch wel weer duidelijk wat zachtere lucht vanuit het zuiden. Wel een koud belletje ook boven Zwitserland. Zorgt daarvoor wat buienactiviteit momenteel. Maar als we het patroon in beweging zetten, dan zien we, en dit is mooi om te zien hoor, in die animatie, hoe die koude bel als het ware naar het zuiden gaat trekken en uiteindelijk dan terecht gaat komen boven dat Iberisch Schiereiland, boven Spanje en Portugal. En dat betekent dat het onstabiel is daar en dat daar dus makkelijk buien tot ontwikkeling gaan komen. Wij hebben te maken meer met, ja, een hoge drukgebied boven de oceaan, een hoge drukgebied boven Centraal-Europa. En die lijken wel contact met elkaar te gaan verbinden of krijgen. En dat gebeurt ook hier. En dat betekent dat wij echt in een rustig gebied zitten waarbij er niet al te veel stroming is. De echte kou die zit heel duidelijk ten noorden van ons. En hier ook nog steeds die koude bel. Dat is heel mooi te zien in die animatie. Gaan we nog een niveautje lager. Gaan we naar het 850 hectopascal niveau. Daar zitten we op zo'n 1500 meter boven ons hoofd. Dan zien we hier, ja, die relatief zachte lucht boven Europa grotendeels. Hier die koude bel nog boven de oceaan. En ook deze animatie kan ik aanzetten. En dan zien we ook weer dat die koude lucht zich verspreidt met die stroming richting Spanje en Portugal. En wij, ja, wij blijven een beetje dobberen in die relatief zachte lucht. Ook koude lucht ten noorden van ons. Kortom, dat patroon is op al die niveaus vergelijkbaar. En dat betekent ook dat je mag verwachten dat dat aan de grond ook gaande is. Heel duidelijk hier die band van hoge luchtdruk.
Nou, dat klopt ook wel. Als ik het model erbij pak, kunnen we dat mooi zien. We beginnen eventjes in de nacht van woensdag op donderdag. Duidelijk een frontaal systeem hier boven de oceaan. Een hoge drukgebied boven Centraal-Europa. En wij hebben dan te maken met een overwegend zuidoostelijke stroming. Buienactiviteit nog steeds boven Italië, dat wel. Als we dan de animatie aan gaan zetten, dan zien we dat dat hoge drukgebied eigenlijk wel aanwezig blijft. De stroming wordt zelfs wat zuidelijker. Dit is dat lage drukgebiedje, weet u nog, in de bovenlucht. Dat is dan vrijdag. En ja, dat lage drukgebiedje dat gaat ook meer een zuidelijke koers krijgen. En wij blijven dan aan de oostflank van die trog. En dat betekent dat bij ons hier lucht toch wel vrij zacht gaat blijven. Let u maar op, die animatie. Hier zien we dat geleidelijk aan gebeuren. Dat lage drukgebied naar het zuiden zakt. En ja, u ziet het dan ook, dat er veel buienactiviteit is hier in het zuidwesten van Europa. Allemaal door die onstabiele situatie. Er ontstaat ook een soort zadelgebied eigenlijk boven onze omgeving. Dat kunnen we hier mooi zien. Wat is een zadelgebied? Nou, dat is een gebied wat is ingeklemd tussen twee hoge drukgebieden en twee lage drukgebieden. En ja, wij zitten daar precies in. En wat is het kenmerk van zo'n zadelgebied? Dat het heel rustig weer is. En dat er bijvoorbeeld ook grote kans is op nevel en mist, omdat er weinig stroming aanwezig is. We zien dat nog steeds. Hè? Dat blijft ook wel eventjes, ook na het weekend. En dan langzaam maar zeker krijgt de hoge druk de grootste invloed in onze omgeving. En dat betekent dat wij dat hele kalme weer houden. Kijk eens naar Spanje. Ik gaf het al aan. Stevige buien. Die bovenlucht liet dat al zien. En hier zien we dat dan ook aan de grond terugkomen. Kortom, onbestendig weer in Zuidwest-Europa. Heel rustig weer in een heel groot deel van Europa. Wij nog steeds met die stroming die een wat oostelijke voorkeur heeft. Rustig weer betekent in de herfst dus wel vaak ook mist. En daar moeten we dan ook wel rekening mee gaan houden de komende periodes. Bijvoorbeeld ook weer komende nacht. Kan u dat mooi laten zien met deze animatie. Dit is de nacht van woensdag op donderdag. Dat geel-oranje is wat het model berekent aan mistkansen. Ik zet hem eventjes in beweging. En dan zien we ook dat aan het eind van de nacht, begin van de ochtend, een groot deel van het land weer rekening moet houden met mist. Eigenlijk net als afgelopen nacht. Idee is wel dat er net even wat meer wind morgen komt te staan. Dus dat die mist net ook wat sneller gaat oplossen. En de middag, ja, die ziet er dan mooi uit met flinke zonnige perioden. Want als die mist dan eenmaal weg is, ja, dan is er heel weinig aan de hand in het weer. Weinig bewolking ook. En mooie zonnige perioden hebben we dan ook zo vertaald voor de middag. Veel zon, 15 tot 17 graden, hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En een matige wind uit het zuidoosten. Kijken we ook nog eventjes naar de vrijdag. Toch wat hogere temperaturen. Ik sluit zelfs niet uit dat in deze regio misschien ook nog wel de 20 graden wordt gehaald. Dat is natuurlijk bijzonder zacht voor deze tijd van het jaar. Met die zuidelijke wind wordt die zachte lucht aangevoerd. Neerslag, kansen zijn bijzonder klein. We zien eigenlijk steeds meer in de laatste runs dat die neerslag minder aan het worden is. Gaan we verder kijken. Die hoge temperaturen zien we nog steeds duidelijk terug op vrijdag en zaterdag in de pluimen. Dat ziet er ook vrij zeker uit. Alleen als mist de hele dag blijft hangen, gaan we dit soort temperaturen natuurlijk nooit halen. Dit is overigens voor het midden van het land. In het zuiden kan die temperatuur nog wat hoger uitkomen. Vanaf zondag iets lagere temperaturen, maar nog steeds ruim boven het niveau van wat je nu mag verwachten. De nachten in de tweede helft van de week, als de lucht misschien wat droger gaat worden, ja, die kunnen dan wel bij helder weer flink afkoelen. En dan houden we er zelfs rekening mee dat op enkele plekken misschien de kans op vorst wel groot is. Ja, dat moeten we natuurlijk nog wel gaan bekijken. Dat is allemaal nog ver weg. Maar die kansen die zijn wel aanwezig. En dan de neerslag tot slot. Nou, dat valt allemaal reuze mee. Hoge drukinvloed, dan weet u. Dan is het rustig weer en dat zien we dan ook terug. Die neerslagkansen zijn vrij klein. Misschien op maandag en dinsdag dat er een heel lokaal buitje ergens valt. Stelt allemaal niet veel voor. Vrijdag zou dat misschien ook nog kunnen, maar het is over het algemeen gewoon droog weer en rustig herfstweer. Nog een fijne dag.